wedstrijd. De coach die probeert zich te voelen zoals voor elke andere wedstrijd. Ik denk dat dat de beste benadering is. Van, we hebben één wedstrijd, daar richten we ons op. En wat het belang is van die wedstrijd, ik denk dat je dat moet proberen los te laten van die wedstrijd. Als je te veel met die randverschijnselen bezig gaat houden, wat als of wat zou je wat niet doen. Eén wedstrijd, en zo zijn we het hele seizoen eigenlijk, zijn we doorgekomen. We focussen eerst op de wedstrijd en dan proberen we eerst volgende wedstrijd te winnen. Een goed gameplan te hebben, duidelijkheid naar de jongens. En ja, dat is nogmaals, zo ben ik ermee bezig met die wedstrijd. En wat dat betreft niet heel veel anders dan wedstrijd 5, 4, 3, 2 en enzovoort. 6 dagen geleden vroeg ik, die week rust, is dat een voor- of een nadeel? Ik vraag het nu weer. Ja, toen had je het over boeren slimheid. Hè? Ja, die is nog steeds niet aankomen waaien, want ik kan nog steeds geen antwoord daarop geven. We zullen het moeten zien en na afloop dan kan. En dan zal, en daar ga je dan met je boeren slimheid, dan zal de ene coach zeggen het heeft gewerkt en de andere coach zal zeggen het heeft niet gewerkt. Dus